zoveel gezellige mensen bij elkaar, dat geeft wel iets van het oranje gevoel. Burgemeester Koelewijn, een vraag van onze kant is, we hebben de criteria gelezen waaraan het schilderij moest voldoen. Was het ook een hele moeilijke keus voor u om en voor de andere leden van het panel om een keuze uit de schilderijen te maken? Nou, er is al een uitvoerige voorselectie geweest. Daar hebben wij ook heel veel deskundigen uit Nederland en eigenlijk ook internationaal bij betrokken. Dat heeft geleid tot een groslijst van hele beroemde portretschilders. Ook mensen die er verstand van hebben hoe je iemand ten voeten uitschildert. En ook wat de mores zijn als je iemand van een vorstenhuis schildert. En uit het werk van die mensen hebben wij een keus gemaakt voor drie schilders. En die hebben wij zeg maar een ontwerp laten maken. Dat heeft hier ook in het museum gestaan. En ook onze eigen inwoners mochten een keuze maken. Ja. Welke van de drie het meest aansprak. Kampen heeft van oudsher een stevige band met het Oranjehuis. En formeel komt dat ook tot uitdrukking in aanwezigheid van een portret van elke Oranje die ooit geregeerd heeft. De portretten zijn allen in opdracht van het stadsbestuur van Kampen gemaakt. En door hun compleetheid en door het feit dat ze alle van top tot teen ten voeten uit zijn afgebeeld, vormen deze portretten een unieke reeks in Nederland. De portretten symboliseren niet alleen de band tussen Kampen en Oranje, maar zijn zowel op historisch als kunsthistorisch gebied van belang. Waarin kwam die band tussen de Kampenaren en de Oranjevorsten nou tot uitdrukking? Nou, het beste is dat ook beschreven in de geschiedenis, behalve de situatie in 1620, van de vele bezoeken die het Oranjehuis aan Kampen bracht. En Willem van Oranje die heeft in 1572 hier een bezoek gebracht. Dat was een kort bezoek, het was een zeer turbulent jaar, 1572, maar in 1580... kwam hij opnieuw hier terug in Kampen. Kampen werd meerdere malen verblijd met het bezoek van de eerste koning der Nederlanden uit Huize Oranje-Nassau, koning Willem I. Bij zijn bezoek in 1818 beloofde hij de bevaarbaarheid van de IJssel te hebben bevorderen. Dat wordt nu uitgevoerd. Op 18 mei 1842 reed koning Willem II de Venepoort van Kampen binnen. Toen zag de stad er ook feestelijk uit. Er waren erebogen opgericht. De straten waren met dennengroen en vlaggen versierd. Onder luid gejuich werden de paarden uitgespannen en werd het rijtuig van de koning door een grote groep Kampenaren door de straten van de stad getrokken. Moet je je voorstellen? De paarden weg en de inwoners zelf die de rijtuigen met de koning erop gaan trekken. Iets dichterbij, in 1988 kregen we ook koninklijk bezoek op Koninginnedag. Koningin Beatrix en haar familie brachten bezoek aan Kampen. Het portret dat wij zo dadelijk gaan onthullen van koning Willem-Alexander, dat is een statieportret, zo noemen wij dat. Maar wat is nou eigenlijk een statieportret? Ja, daar wil ik het toch vanmiddag eens even met u over hebben. Nou, een statieportret is een speciaal genre binnen de portretschilderkunst, binnen de portretkunst moet ik eigenlijk zeggen, waarop de voorgestelde in zijn volle waardigheid is weergegeven. Dus met de attributen van zijn ambt. Dus bijvoorbeeld een vorst wordt afgebeeld met de hermelijnen mantel om. Op een tafeltje naast hem staan de kroon en de regalia. Dat is het rijkszwaard, de rijkscepter, de rijksappel. Dus zo'n portret vertelt erover waarom de persoon op het portret bekend is geworden. Nou, deze hele traditie gaat eigenlijk terug naar de middeleeuwse toernooiridders die met gesloten vizier het strijdperk betraden, maar toch herkenbaar moesten zijn. Dus daarom hadden ze kleuren op hun helm, gekleurde veren en een wapenschild ook met kleuren, zodat je zelfs kon zien wie er onherkenbaar als persoon, maar toch het strijdperk betraden. 17e-eeuwse, 18e-eeuwse oranjes die hier aanwezig zijn, die kijken allemaal naar rechts. Het licht valt van links op het schilderij en de persoon valt naar rechts. Ja, kijk eens.
zoals al verteld is eigenlijk, dat hij wou niet model staan. Ja. Hij heeft dat afgeketst. Hij schijnt dat categorisch te weigeren. En dus het was niet om het een of het ander, maar hij doet dat gewoon niet. Dus moest ik op internet zoeken en plaatjes en weet ik veel wat allemaal. Dus dat schilderij is eigenlijk een collage van allerlei beelden die ik verzameld heb. En daar heb ik uiteindelijk iets voor samengesteld. Vond je het een moeilijke opdracht? Nee, ik vond het niet bijzonder moeilijk. Het viel me eigenlijk mee. Ik dacht dat ik meer moeite zou hebben met zijn hoofd, zal ik maar zeggen. Omdat het zo'n bekend iemand is, ja. Iedereen denkt, heeft een bepaald beeld van hem natuurlijk. Ja, natuurlijk zal er vanzelf commentaar op komen ook. Hè. Ik bedoel, het hangt hier en smaken verschillen. En mensen die vinden, zullen dit misschien te theatraal of te dynamisch vinden of... Er is altijd iets aan te merken, maar ik denk dat ik over het algemeen toch aan de goede kant geëindigd ben, zal ik maar zeggen. U bent er trots op. Dat kunt u wel helemaal zeggen, ja. Want het hele schilderij doet mij warm aan. Ik ben ervan overtuigd. Hier zie je één persoon, dat is zijn majesteit, onze koning Willem-Alexander. Onvergelijkelijk met wie dan ook. Ik vind het een prachtige entourage zoals het geschilderd is. Daar komt... Met perspectief komt dat bij ons over. Het komt warm over. Dus ik ben eigenlijk een heel dankbare bestuurder van de stad Kampen. Dat dit schilderij, door Kenneke Rekwaar vervaardigd, wordt toegevoegd aan deze historische reeks van schilderijen. Vanaf 1625 tot de dag van heden. En ik hoop tot een lengte van jaren dat die portrettenreeks zal worden bijgehouden door toekomstige besturen van de stad. Mevrouw, u gaf een prachtige mooie uitleg over dergelijke schilderijen in de loop der eeuwen. Gemaakt werden. Hij voldoet volkomen aan deze eisen. Ja, dat vind ik wel, want de koning is herkenbaar. Hij is in functie, is die weergegeven met die hermelijnen mantel en zijn onderscheidingen allemaal. Dus hij is ook dan herkenbaar. En toch is het een eigentijds schilderij. De nonchalance ergens. Precies, juist dat anekdotische, doordat hij die mantel vast heeft. Die hand zo. Maar ja, ook je kan je voorstellen dat dit in een soort villa in Italië is waar die staat. Hè? Dat is misschien een beetje onlogisch, maar dat kan je je voorstellen. Heeft hij die mantel niet bij zich, maar wel dat mooie, die balustrade. En dat is toch eigentijds, vind ik. Het heeft veel meer vrijheid dan eigenlijk de andere portretten hier in de zaal.